Welkom bij Rijnmond. Patser bakkenoverlast verplaatst zich van Meent naar Kop van Zuid. Ik hoop dat je je kan voorstellen dat als daar een paar van die idioten met enorm veel kabaal gas staan te geven en staat te herrie, dat je gewoon zo'n plant wil pakken en hem zo boven op zijn auto wil gooien. Ook al is het vakantie, Kajol van 11 zit al 3 weken op school. Ik dacht van, ik heb heel veel les gemist in de coronatijd. Ik dacht van, ja, ik wil het nu wel inhalen in zomerschool. En je zou het misschien niet verwachten, maar in Westmaas zit een grote speler in de autosport. Afgelopen weekend waren we natuurlijk in Barcelona. En daar hebben we als MP Motorsport echt wel een kaartje achtergelaten. Welkom bij Rijnmond. Ja, bewoners van de Hoek van Holland hebben natuurlijk al heel erg lang last als het een beetje waait van zwart spul dat neerdaalt op de badplaats. Op een dag als deze kan ik me voorstellen dat het heel erg is. Ga ik zo meteen bekijken, maar eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws en andere verhalen uit onze regio. Een zomerstorm raasde over het Rijnmondgebied en dat betekende dat de kramen op de markt van Middelharnis extra goed moesten worden vastgezet. De ondernemer met de wenskaarten die heeft besloten om niet te komen, want die verwacht dat ze wegvliegen. We hebben de ondernemers een berichtje gestuurd van joh, zorg dat je voldoende haringen bij je hebt, spanbanden, zodat je alles stormvast neer kan zetten. Nou ja, daar geven ze allemaal gehoor aan. Hoofdzakelijk spanband om de wagen hebt hij gegooid en zoveel mogelijk vastzetten. Op camping Het Toppershoedje in Oudorp hadden ze wel wat extra haringen kunnen gebruiken. Voor kampeerders Alex en Annette werd het een slapeloze nacht. Hun tent bezweek onder de storm. Ja, het begon natuurlijk steeds meer kracht toe te nemen. En toen op een gegeven moment 12 uur toch maar naar bed gegaan en een beetje liggen waken. En om 12:30 toen zei hij krak. En toen ging de voorste tentstok in stukken. Ik dacht, wij gaan lekker in de auto slapen. Dus we hebben de kinderen gehaald en die auto stond al voor de tent. Dus zijn we in de auto gaan liggen, maar het sliep niet lekker. Je ligt toch de hele tijd naar je tent te kijken en of die niet nog verder zou gaan. En of die niet opeens over heel de camping zou verdwijnen of zo. Dus dat niet geslapen, nee. We zijn nog niet van die kampeerders. Het is de eerste keer dat we echt voor 2 weken gaan kamperen. Dus we hebben het wel gelijk onze storm meegemaakt. Ik hoop dat je je kan voorstellen dat als daar een paar van die idioten met enorm veel kabaal gas staan te geven en staan te herrien, dat je gewoon zo'n plant wil pakken en hem zo boven op zijn auto wil gooien. Vliegende idioot. Dit is de Otto Reuglingweg op de Kop van Zuid, een lang stuk asfalt van 600 meter lang. Geen stoplichten, geen zebrapaden. Ideale plek voor automobilisten om het gaspedaal diep in te drukken. En dat is een doorn in het oog van bewoners. Het is een wonder dat hier nog geen doden zijn gevallen. Zo gevaarlijk is de situatie. Dag en nacht, hè. 'S Ochtends, 's middags, 's avonds en midden in de nacht. Herrie, hard rijden, gevaar en overlast. Sinds wanneer speelt dit? Nou, het laatste half jaar is het heel erg, deze zomer. Vorige zomer was het ook al heel erg. Juist doordat de Meent afgesloten is, is het hier nog drukker de laatste tijd. Het probleem van de overlastgevende auto's is bekend bij de lokale politiek. Er worden verkeersmaatregelen op de Wilhelminapier genomen. Het wordt een 30 kilometer zone. Er komen verhogingen bij de kruispunten. Maar dat geldt voor de Wilhelminakade en niet voor de Otto Reuglingweg. Dus daar zou eigenlijk hetzelfde geld voor vrijgemaakt moeten worden om ook deze maatregelen daar te treffen. Dus we zijn heel blij wat er nu al gaat gebeuren. Maar er mogen nog echt wel verdere stappen gezet worden. Denk ik meer aan een taakstraf. 3 uur lang misschien het afval op de Wilhelminapier opruimen. Bewoner Jorren heeft zelf een mogelijke oplossing bedacht. Wil je een racebaan ontwerpen, dan moet het ongeveer er zo uitzien, denk ik. Dus het is breed en fantastisch asfalt. Dus daar moet je wat aan doen. Je moet hem minder breed maken. En dat kan gewoon met goed ontworpen plantenbakken, groen toevoegen. En dat zorgt dan voor een soort optische illusie dat je er gewoon niet harder kan. En dat zou enorm gaan helpen om het hier een prettigere plek te maken. Na de 0-0 van dinsdag tegen Arminia Bielefeld is bij Feyenoord het vizier nu gericht op komende vrijdag, wanneer HSV in Oostenrijk de tegenstander is. Feyenoord traint in Zuid-Duitsland, nog altijd met de selectie waarmee het vertrokken is, maar de Rotterdammers hopen wel op korte termijn zich te versterken met een Portugees. Want Feyenoord is nadrukkelijk in de markt voor middenvelder João Teixeira. Nou, dat is nog niet concreet, dus ik hoop dat
dat wij iets meer deze komende dagen over hem. Ja, nou hoorden we ook dat Jonathan de Guzman vrij is. Is dat ook nog een optie voor Feyenoord om die transfervrij binnen te halen? Daar hebben wij van een tijdje geleden over gehad, maar hij staat op onze lijst. Maar wij zijn nu bezig met Schouw. Ja, en verdedigend moeten jullie ook nog wat hebben? Geef jezelf wel aan. Eén, nou, misschien zelfs nog een linksback? Misschien helemaal niemand, omdat ik heb ook onze Wouter Burger gezien als centrale verdediger. Hij deed het niet onaardig. Dat is natuurlijk fantastisch. Soms gebeurt er iets wat je ene niet weet. We hadden geen... Marcos was geplaatst een beetje of jij gaat niet spelen. Nou, oké, wie hebben wij? Ja, nou... Wouter, ga jij maar daar aan deze spelen? En dat was bijna een openbaring. En ik zie er ook meer voor hemzelf. Wouter heeft natuurlijk altijd op middenveld gespeeld. Nu opeens heeft hij in de Kuip heeft hij Rex een klein beetje gespeeld als centrale verdediger. En nu twee keer als linker verdediger, waar hij natuurlijk veel natuurlijker uitkomt, dus normaal met zijn linkerpoot. Dus dat is alleen maar in toegevoegde waarde. Voor hem, maar zeker ook voor die advocaat. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet in een centrale verdediger aan het zoeken zijn. Daar zijn we. Ja, en een langer interview met Frank Arnessen, waarin hij ook ingaat op de situatie van Somerville, is terug te vinden op onze website. Het is woensdag 26 augustus. Ik haal even mijn hand hier over een klein tafeltje. Het is zwart. Ik kan de rest van de tuin ook doen. Maar door deze windkracht 8 is het echt dramatisch nu. Ja, bewoners hebben hier natuurlijk al heel erg lang last van het zwarte spul dat overal ronddwarrelt hier in deze badplaats. Dus is DCMR, de Milieudienst van Rijnmond, vandaag onderzoek aan het doen. Dat zwarte spul zal van de overkant vandaan komen. Maar er zijn aan de overkant drie bedrijven die met kolen te maken hebben. En we zullen nog wel moeten aantonen, is het één bedrijf, is het het andere bedrijf of zijn ze het allebei? En degene die het veroorzaakt, die zal dus de maatregelen moeten treffen en niet het andere bedrijf. Hoewel het onderzoek naar de bron nu dus in volle gang is, kun je wel stellen dat de bewoners hier toch niet helemaal tevreden mee zijn. Nou ja, dat had al veel eerder plaats moeten vinden. En nogmaals omdat het probleem al jaren is. Maar het blijkt dus omdat het veel in de media komt, in de kranten, op televisie. Ja, en nu ineens zien we DCMR overal verschijnen. Dat is goed, maar het had veel eerder plaats moeten vinden. En we verwachten van hun dat er een oplossing ook komt. Bewoners maken zich grote zorgen om hun gezondheid. Want wat zit er nou precies in het zwarte spul? Ook dit wordt nu onderzocht. De hoop van de Hoekenees is gevestigd op een bewonersbijeenkomst in oktober. Bij die bewonersbijeenkomst zullen ook de bedrijven aanwezig zijn. Dus zelfs mensen uit de haven en de industrie. Nou, dan kunnen wij onze vragen stellen. Ik denk dat het een heet avondje belooft te worden. Dus het is erop of eronder waarschijnlijk bij die bewonersbijeenkomsten. Ik dacht van, ik heb heel veel les gemist in de coronatijd. Ik dacht van, ja, ik wil het nu wel inhalen in zomerschool. En dus zit ze al bijna 3 weken gewoon op haar Nelson Mandela school in Rotterdam. Want die houdt een speciale zomerschool voor Kajo en 16 andere leerlingen uit groep 7. En het zijn gelukkig geen saaie lessen. Ja, gewoon werken, maar dan op een leuke manier. En steeds gaan we werken, dan hebben we weer pauze. Dus gaan we werken, dan hebben we pauze, we gaan werken, hebben we pauze. En dat is helemaal afwisselen en dat vind ik leuk. Want in een vakantie 6 weken geen les, raken kinderen toch wat kwijt, hè, volgens mij. Ja, we zien het eigenlijk altijd dat die 6 weken natuurlijk in principe heerlijk zijn. Voor iedereen, voor leerkracht en kind. Maar als we ze terugkrijgen, dan is er altijd een hele grote dip. En zie die dan maar weer in te halen. En dit helpt echt, want er wordt ook gelezen, dus dat leesniveau blijft ook een beetje op niveau. In de coronatijd was er veel minder les en zagen de schooldagen er dus ineens heel anders uit voor Kajo. Spelletjes spelen, voetballen, buitenspelen, ja. Wel leuk, maar je leert er niet zo goed van rekenen. Ja, weet ik. Ja, we hebben natuurlijk wel online allemaal lessen gegeven. Maar goed, het is nooit zo hetzelfde als dat ze echt les krijgen in de klas natuurlijk. Dus er is best wel wat stilstand geweest. Sommige kinderen zijn echt wel gegroeid. Die konden daar heel goed mee omgaan. Sommige kinderen zijn daarmee wat achteruit gegaan. Dus ik bedoel, ouders die hun kind hiervoor hebben opgegeven, dit is alleen maar vooruitgang. Wat wil je worden later? Tekenaar. Nou, later wil ik zeg maar gewoon die videogames, net als die games van nu, Brawl Stars, Fortnite en zo, wil ik gewoon ook echt gewoon popjes spelen die ook voor een game bestemd is. Want daar krijg je echt heel veel geld voor. Wat voor een topklas in groep 8 dit jaar. Laten we het hopen, we gaan ervoor. Kaatje, op maandag moet je weer. Ja. Ben je er klaar voor? Misschien. Een beetje, lijkt te zeggen. Zet hem op, succes. Dank u.
Het ziet er van de buitenkant misschien niet zo uit, maar hier in Westmaast huisvecht zich een grote speler in de autosport. MP Motorsport maakt de laatste tijd indruk in de Formule 2 en won dit seizoen al 3 races in de ene hoogste raceklasse. Afgelopen weekend waren we natuurlijk in Barcelona en daar hebben we als MP Motorsport toch echt wel een kaartje achtergelaten. En daar hebben we, zoals je hier ziet, hebben we de beker van Matsushita, de Japanse rijder in de Formule 2 in race 1. Daarnaast hebben we de overwinning van Filippo Drugovic, onze Braziliaanse rijder. En natuurlijk de teamtrofee. Maar daarnaast natuurlijk de bekende van afgelopen jaar van Macau, dus op het staatscircuit van Richard Verschoor. For sure, it's Richard Verschoor. He's done it. Fantastic start. Oh, I don't believe it. A rookie wins Macau. Laten we naar de werkplaats gaan. Ja, nou kom mee. Meestal hebben we daar de Formule 4 staan. De volgende stap is Formule Renault. Dan hebben we daar Formule 3 staan en dan uiteindelijk hier de 2 Formule 2 auto's. Nou, op dit moment staan alleen de Formule 4 en Formule Renault er. Die zijn net teruggekomen van een raceweekend. Maar Formule 3 en Formule 2 zijn uiteraard nu onderweg, of die zijn al in Spa-Francorchamps. Het merendeel van de medewerkers van MP Motorsport is dus al naar België afgereisd, waar dit weekend wordt gereden. Op dit moment denk ik niet zo heel gek veel. Ik denk een mannetje of 8 loopt er hier. Maar in totaal hebben we ongeveer rond de 55 man personeel en 11 verschillende nationaliteiten. Dus eigenlijk qua Nederlanders ben ik Nederlander en de teammanager. En misschien nog een paar enkele monteurs, maar ik denk dat er misschien maar 7 man Nederlands is en de rest is allemaal buitenland. De ploeg uit de Hoekse Waard is niet alleen in de Formule 2 actief. Ja, dit is dan de Formule Renault. Dit is eigenlijk de tweede stap van als jonge Formule 1-coureur, noem ik het eigenlijk maar. Want je begint namelijk altijd uit de karting. Dan ga je Formule 4 en dan heb je Formule Renault. De laatste stap zijn Formule 3 en Formule 2 en uiteindelijk Formule 1. Meer op onze website en dan vertelt oud-coureur Daniel ook of MP Motorsport ooit de stap naar de Formule 1 zal maken. Fietsen op een boot, dat klinkt heel gek, maar in deze balzaal in het SS Rotterdam was er toch echt dinsdagmiddag een heuse virtuele fietswedstrijd. Met als doel om elkaar op een virtueel parcours eraf te fietsen en dat betekende zweten, zweten en nog eens zweten. We fietsen met een grote groep vrienden, / roeiers en van Ahoy uit Rotterdam fietsen we veel samen eigenlijk het hele jaar door. Ja, we hebben natuurlijk wel doelen hebben gemist dit jaar, dus we trainden eigenlijk heel lang voor niks. En dan is dit super mooi om met z'n allen voor te trainen en voor te gaan na zo'n rustige zomer eigenlijk. Pieter en zijn wielervrienden namen het onder andere op tegen oud-profrenners als Jean-Paul van Poppel, Michael Zeilaert en Maarten den Bakker. En ook wethouder Sven de Lange was 2 dagen na zijn virtuele triathlon ook weer van de partij. Komt u wel eens een beetje nog aan werken toe tussen al dit sporten door van de afgelopen week? Ja, dat gaat best goed eigenlijk. Ik heb vanochtend nog eventjes gezwommen, heel vroeg, maar daarna gewerkt. En gelukkig is mijn vrouw niet thuis vanavond, dus ik kan vanavond ook gewoon werken. Ik heb dit nog nooit gedaan, dit is voor mij de eerste keer. Ik heb er wel over veel van gezien en gehoord. Maar om het zelf voor het eerst te doen is wel echt een nieuwe ervaring. Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling. En zeker omdat de systemen nu dusdanig goed zijn dat het ook gewoon echt goed werkt. Dus het is gewoon fenomenaal goed eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Het heeft natuurlijk een paar jaar geduurd eer dat ze dat goed onder controle hadden. Het is nu echt, je kan er hele leuke competities mee maken. Want dat is inderdaad de vraag nu. Zullen dit soort toernooien ook in de toekomst worden gehouden wanneer corona hopelijk achter ons ligt? Ja, ik denk het wel, ik denk het zeker. Ja. Want het is toch ja, je zegt het zelf al in de winter, het is vroeg donker, je kan niet meer buiten fietsen, het is nat, het is koud. Ja, dan gaat het steeds meer komen en het is ook steeds interactiever. Je kan nog net niet met elkaar praten via dat Zwift-systeem, maar je kan wel naar elkaar chatten. Nou, daar moet je maar net de energie voor hebben tijdens zo'n tochtje. De populariteit neemt heel erg toe. Het is heel erg leuk om online tegen elkaar te fietsen. Ik moet eerlijk zeggen dat corona er wel voor heeft gezorgd dat het nog populairder is geworden, omdat dit het enige alternatief was. Het gaat zeker meer worden en het wordt ook steeds leuker. En je ziet nu ook echt, ze zeiden het net al, een soort gamification. Je hoort ook van initiatieven waar ze dus inderdaad echt een soort spel, een soort Mario Kart ervan gaan maken. Dat je eigenlijk kan fietsen, maar ook elkaar bij wijze van spreken van de weg kan schieten of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Dit was Welkom bij Rijnmond. Zometeen kun je kijken naar Ja Toch, Niet Dan. Wij zien je snel weer. Tot morgen. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond app.